Het thuisquarantainebeleid van het ministerie van Volksgezondheid is aangepast. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zei gisteren in de Nationale Assemblée dat mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus niet meer voor 10 dagen in quarantaine hoeven. De isolatietermijn is aangepast naar 5 dagen. Dit advies zal worden toegepast door huisartsen en bedrijfartsen, zegt de volksgezondheidsminister. Dit op basis van het feit dat Omicron mildere symptomen vertoont en er veilig, op basis van data, veilig een persoon 5 dagen na testen, na een positieve test, uit zijn isolatie kan. Ik wil wel benadrukken dat niet werknemers of werkgevers dat bepalen, maar een huisarts of een bedrijfsarts uiteindelijk het laatste woord heeft wanneer iemand uit isolatie mag. Want we krijgen die berichten bij het ministerie ook dat werkgevers mensen onder druk plaatsen om op dag 5 met een test aan het werk te verschijnen. Dat is niet correct. Dat eindbesluit ligt bij de arts. En de arts, het huisarts, zij de huisarts of de bedrijfsarts of de schoolarts, die beslist uiteindelijk wanneer iemand veilig uit zijn isolatie mag. Maar het advies is dat van 10 dagen nu teruggebracht wordt naar 5 dagen. Het vaccineren blijft een topprioriteit van het ministerie. De bewindsman is van mening dat ook het toedienen van boostershots belangrijk blijft. Want boosters blijken intussen genoeg bescherming te bieden. Omdat intussen uit wetenschappelijke publicaties is gebleken dat de bescherming, het aantal antilichamen, welke verantwoordelijk is voor uw bescherming, langzaam aan het afnemen is. Dus een boostershot is geen nieuw fenomeen. Als u 10 jaar terug een klemprik hebt gehad omdat u op een spijker had getrapt, moet u na 10 jaar weer een klemprik krijgen. Dat noemen ze een booster, want het aantal antilichamen en daarmee de dekking tegen dat de bacterie neemt af. Dus een boostershot geeft extra bescherming. Dat zullen we blijven promoten. Verder proberen wij ons testbeleid zoveel mogelijk te handhaven en te intensiveren. Zoals eerder aangehaald, het ministerie heeft vanaf mijn aantreden hebben wij een proactief testbeleid. We proberen zoveel mogelijk te testen. We geloven in testen. Testen helpt ons snel mensen te identificeren. Testen helpt ons snel mensen te kunnen isoleren en de nodige adviezen te geven. We hebben onze testlocaties uitgebreid. Wanica, Tropclinic, WOG, RGD, daar kan je allemaal testen. Er zijn ook een paar privé-laboratoria waar getest kan worden. Er is besloten om de tijden wanneer mensen willen gaan testen te verruimen naar 8 uur 's avonds. Dit besluit is genomen omdat er enorme druktes ontstaan bij de verschillende swabposten.